eigenlijk heel veel variatie hadden we in het vrouwenhuis. Maar het bijzonderste was, het vrouwenhuis was gebaseerd op drie pijlers. Ontmoeting, vorming en informatie. En daar trachten we er een antwoord op te hebben. Gewoon samenzitten. Ik heb dat nog gezegd. Een gezellige koffieklets. Die positief is. Ook met elkaar omgaan. En dat was heel, heel belangrijk voor veel vrouwen. Dat ze voor de eerste keer hun eigen verhaal, hun ervaringen als vrouw, gelijk welke omstandigheden konden vertellen. En het positieve was, vrouwen herkenden dat allemaal. Het was niet zo van één vrouw die een verhaal had. We hadden allemaal een beetje hetzelfde verhaal. En dat schepte eigenlijk een serieuze band. En de bedoeling was niet alleen dat vertellen, maar dat we daar ook iets gingen aan doen. We hebben daar heel veel cursussen ingericht. Alle soorten cursussen. Omdat in die tijd het nog niet zo evident was dat er vrouwencursussen georganiseerd waren. Opkomen voor jezelf. Ik heb wel meer dan mannen en kinderen. Allee, echt heel interessante rond de politiek, de situatie van vrouwen. En dan informatie, vooral mensen doorverwijzen. Kijken wat is er, waar kunnen vrouwen terecht met hun problemen. Nu, wat er heel, heel positief was en nog altijd voor dit vrouwenhuis is, die enorme solidariteit onder elkaar. Dat is iets dat we willen behouden en dat past, dat gaat bij ons.